Op woensdag 5 april werden door leerlingen van Durendaal ideeën om de milieuproblematiek rond hun school te verbeteren gepresenteerd. Wethouder Erik Logister ging langs alle projecten om inspiratie op te doen van de leerlingen. Ik ben wethouder van onder meer duurzaamheid. En jullie hebben de afgelopen tijd hebben jullie een project gedaan. En ik ben heel benieuwd naar welk project jullie hebben gedaan. Ik wil graag weten waarom je het doet. En wat het oplevert voor jezelf, voor onze gemeente. En ik zal jullie een aantal vragen stellen daarover. Door Oosterwijk heen plaatsen, want je hebt eigenlijk alleen maar normale prullenbakken waar allemaal alles bij elkaar wordt gestopt. En dan willen we dus drie verschillende bakken maken waar je drie verschillende dingen in kan doen. Zeg maar, de mensen hebben dan een soort spelletje, dus het is ook leuk om het afval weg te gooien. En het is gewoon, de milieu is dan veel beter. Eerste klasse is gewoon een soort van Ghostbusters rugzakken gaven met stofzuigers of iets in die richting. En dan gewoon dat die elke week langs dat pad lopen, want de eerstklassers die hebben nog de motivatie daarvoor. Oplossing dat je camera's plaatst met gezichtsherkenning, waardoor je kunt zien wie het is. En degene die dat heeft gedaan kan dan een boete krijgen, een kleine boete. Of misschien een schoolstraf of ja, gewoon iets kleins, koffie of zo. Dat je dan zelf de straat weer verder op moet ruimen als je dat doet. We hebben een prullenbak waar je dan zeg maar, hier zo tegenaan kan gooien met bijvoorbeeld een blikje. Dat doet Kimo er eigenlijk voor. En dan is dat een andere manier van scheiden natuurlijk, een leuke manier. Nou is het een interessante middag, lijkt mij. Ja, het is altijd interessant als je van iedereen een idee krijgt aangereikt. Het is ook heel goed dat we jongeren betrekken bij deze problematieken. Vaak praten we alleen maar over jongeren, maar praten we niet met jongeren. En we doen wel, duurzaamheid is heel belangrijk voor ons als ouderen. Maar het gaat over onze kinderen en het gaat over onze kleinkinderen. En we moeten nu echt aan de slag en dat laten hier deze jongeren zien. Wat gaat de gemeente daar verder mee doen, met wat we vandaag gezien en gehoord hebben? Nou ja, wat niet alleen de gemeente daarmee gaat doen, maar de vorige klas heeft ook het gesprek gehad, wat kunnen we samen doen? En wij als gemeente zeggen ook met het afvalscheiden op scholen, hebben wij het voorstel naar de gemeente gebracht. Van, laten we dat nou ook, die afvalscheiding, laten we dat door de gemeente verder laten verwerken. Eigenlijk kan dat niet. Eigenlijk is dat bedrijfsafval, zoals dat heet. Maar we hebben gezegd, ja, maar dit is echt een goed doel, afvalscheiden op scholen. Dus daar doen wij samen met de scholen een stap meer.